één lange tafel, nu zijn het allemaal aparte tafeltjes. Ik stel ze graag eventjes aan u voor. Hij is nieuwsjager, maar interesseert zich vooral in al wat de ministerverkiezing in de wereld is. Dames en heren, David Stulens van het Belang van Limburg. David, die trouwens al heel wat mooie artikels geschreven heeft over de voorbije jaren van de Miss Limburg, Mr. Limburg en dergelijke, dus waarvoor dank. Naast hem zit een man die vooral in Nederland actief is, want u weet dat Wolzink International ook een tak heeft in Nederland. Hij is niet enkel de choreograaf daar bij Wolzink International, maar hij is ook een danser en je kan hem ook in heel wat clips terug zien. En hij begeleidt ook de kandidaten voor de titel van Miss Limburg Internationaal, maar dan in Nederland. Dames en heren, Marvin Haar. Ja, ik vertelde het er net al een beetje, Wolzink International ook in Nederland. Dus zij zijn verantwoordelijk voor die Miss Nederlands Limburg-kandidaten. Verkiezing die nu een klein beetje op hold staat met heel die coronatoestanden. Dus binnenkort daar meer nieuws. Als we daar terug van start kunnen gaan, dan zullen we het allemaal wel horen. Maar er is ook een directrice natuurlijk daar bij Wolzink International in Nederland. En dat is Rochelle Winkhorst. Ja, en als ik hier sta, moet ik altijd in de camera kijken en in het gezicht van deze man die daar op het podium staat. Dag Johan. Johan Boudewijns van We Love Misses. Trouwens, je kan alle foto's en alle reportages en alle interviews over deze verkiezing, maar ook over andere verkiezingen, die kan je terugvinden op welovemisses.be. Maar ja, Johan moet zelf de filmpjes maken en de foto's nemen, dus hij kan niet in de jury zitten. Maar hij heeft daar een fantastische vervaarster voor gevonden, namelijk zijn vrouw Jolief, Paula Koervers. En niet enkel van We Love Misses, maar ook de voorzitter van de jury vanavond. Goedenavond, Paula. Ja, en we hebben het vandaag al wat meer gehoord. Body positivity, een maatje meer, plus size. En het is een modebeeld dat we meer en meer zien. En ook die dames die verdienen natuurlijk mooie kleding. En hier in de streek zijn wij gegadigd, want we hebben daar een super toffe zaak. Namelijk XL Mode. Niet enkel hier in Hasselt, maar ook in Scherpenheuvel, waar je alles kan terugvinden wat volslagen mode aangaat voor dames, maar ook natuurlijk voor heren. En hier in de jury vanavond de zaakvoorzitter van XL Mode, Kathy Frederiks. Ja, vorig jaar was dat tegen het einde van het jaar, stond zij hier ook op het podium en zij deed mee voor de verkiezing van Miss Curvy Mannequin International 2019. En ze ging aan de haal met die titel. Ondertussen, ze zitten daar close naast elkaar, maar ze hebben een klein beetje een bubbel, want zij is een van de gezichten van de fotoshoots en de modereportages bij XL Mode. Mevrouw Maxime Lamont. En we hebben natuurlijk ook een Mrs. Top of the World in ons midden. Hoe kan het ook anders? Die van 2017, Barbara Monica Rodriguez. Ja, ik heb het er net al verteld, dus we hebben de missen voorgesteld aan jullie. Maar die missen, die moeten ook mooi kunnen definiëren.